is vandaag zaterdag. De reden waarom ik een capuchon op heb, zit hier vlies in. En het is koud. Het is allemaal niet koud, het is 9 graden. Mijn oren zijn koud. Maar heel erg leuk als je kijkt naar deze weekvlog. Doe een duimpje. Doe een duimpje omhoog. En abonneer op het kanaal. En klik op het belletje om op de hoogte te blijven van onze video's. Vandaag ga ik. Nou, ik weet niet of het kan. Kan ik vandaag een profiel vandaag? Dat weet ik eigenlijk niet. Vandaag gaan we rijden. Vandaag gaan we rijden. In ieder geval je voltes oefenen. Je voltes zijn namelijk zeker bij A en C zijn ze niet goed. Ik heb net een video geëdit dat jij een proefje aan het rijden was in de BMW. En ze vinden dat je je voltes niet goed rijdt omdat je te lang op de hoekslag blijft. En dus niet echt een rondje maakt en die vier punten aanraakt. Maar te lang op de hoekslag rijdt. Dus dat je er geen echte volte van maakt. Dus die kan je wel even oefenen vandaag dan. Het is wel een echte volte. Dat vind jij, maar de jury vindt er in ieder geval van niet. Nou, morgen ook weer een andere jury. Dat denk ik niet. Nou nee, dit heb ik op een aantal protocollen nu teruggezien. Dus je moet echt op vier punten moet je die de hoefslag raken. En voor de rest niet. Voor de rest moet het echt een rondje naar die vier punten zijn. Je doet het bij EBE doe je het, en BEB doe je het wel goed. Maar bij A en C doe je het niet goed. A, C, D, sterren altijd voor me. En EWE, dat deed ik daar een soort van. Dus je weet nu in ieder geval dat je je voltes even moet oefenen. Je had wel netjes op de letter gereden de laatste vier proeven. Dus dat is wel. Behalve de rechts en de links omkeert. Die niet. Dan kom je te vroeg op de hoefslag en je raakt de D. Maar kijk, iedere jury die heeft daar een andere mening over. Nee, je raakt de letter niet. Eén jury die zegt van het is te klein. De ander zegt die is te groot. De ander zegt het is goed. En de ander zegt je raakt de letter niet aan. Nee, ik heb op de video gekeken en ze hebben echt gelijk. Want daar heb je geen verschil in. Een volte is een volte. En een rechts of links omkeert is een rechts of links omkeert. Dan moet je echt die punten raken. Zo is het. Maar je hebt morgen F5, dus dan is het toch weer anders. Het is geen BB. Volgende week heb je BB. Samen met Evelien. Dat is leuk. Ja. Volgens mij alweer de laatste keer in de F5, of niet? Ik pak mijn boekje er even bij. Deze is van mij. F4. Nee. Ik moet nog twee keer. In de F4? In de F5. Hoeveel keer heb je nu F5 gedaan? Dan? Twee keer. Oh, dan moet je nog twee keer. Ja. Oké. Okay. Vandaag dus heb ik gehoord links en rechts omkeerd oefenen. En. Nou, dat hoeft eigenlijk niet. Het is allemaal BB. Oh ja, dat is waar. F5 is weer wat anders. Ik ga dan de. Maar volgens oefenen is altijd een goed idee. Ik ga mijn. Hoe heet het nou? Slangvolt met drie bogen en in de S van hand veranderen. Moet oefenen en verruimen tot je daar ook duidelijk verschil in ziet. En om goed aan te springen in de rechterknop en hoe ik dat goed kan zien. En ik ga vlechten. En ik doe morgen met donker. Met 19 andere mensen mee. Ja, dat is wel druk. Ja. Dat geeft niet. Gewoon je best doen. Dat is enige belangrijk. Ja. Nou, eigenlijk plezier hebben is enige belangrijk. Niet dat ik ga winnen, maar. De kans dat je gaat winnen is ongeveer nul. Dat is waar. Dat geeft niet. De kans dat iemand anders gaat winnen is 99,9%. Ik ga. Denk eerst mijn vlechten. Ik ga rijden. Ja. Als jij aan het uitstappen bent. Ja. Kan je mij helpen? Met wat? Bij je? Ja, zeker. Kun je eerst maar vlechten, dan ga ik eerst bij. Ja. Ik vind het een goed idee. Oké, alle YouTube paarden kunnen het. Dus ik heb Verona ook geleerd. Net even. Vlemen. Kom maar. Ja? Kom maar. Ja, goed zo. Het is natuurlijk nog niet zo perfect als zelfs de Grand Prix paarden doen, maar. Hé, hey, we zijn net drie snoepjes bezig, hè, Vroom? Precies. Dus wij vinden het al heel knap. Zo, kom maar.
Maar ook claimen. Ja. Dus ik zeg knappaard. Circuspaard. En dan laten we wel zien. Nee, Tebel kan het wel. Nou ja, ik wil het wel laten zien. Kom maar wel. Oh, licht gaat aan. Ik wou net zelf gaan. Bel, kom maar. Zie je, Bel kan het heel goed. Die weet al precies hoe het moet. Nou, het eerste vlechtje zit er al in. De tweede. De tweede zelfs. Met roze elastiekjes. Kijk. Roze elastiekjes. Dat hebben we nog in de tas. Dat hebben jullie in de shoplog kunnen zien, denk ik. En dan drie verschillende kleuren stikjes. Dit is zilver, wit en roze. Zo, welke kleur ga je doen? Morgen. Hij wil nog even diep over nadenken. Bel zegt, doe mij nou maar een snoepje. Ik ben braaf. Ik bedel gewoon. Ja, dat ben jij. Je bent een brave pony. Zo. Ja, nou, ja hallo, niet mijn staart opeten. En ik ga ook niet nog meer snoep. Nee, niet bedelen. En wij gaan samen en dan gaan we rijden. Wat denk je daarvan? Ja, denk niks. Ja, samen. Kun je knikken? Maar knikken. Kunnen wij leren knikken? Knikken. Oh, een snoepje. Wacht even. Oké, Vroon. Knikken. Kun je dat? Vroon zegt nee, dat kan ik niet. Ja, goed zo. Zo paard. Nou, dat was kunstje 1 en 2 voor vandaag. Morgen doen we 3 en 4. Nee, dat doen we de volgende keer, anders wordt het gek. Pas in de bak, dus dat is een heel goed teken. Nou, we hebben weer gestopt, gedraafd en gegalopeerd. En het lijkt er nog steeds op dat het allemaal goed gaat. Dat vind ik fijn, daar ben ik heel blij mee. Dit was de eerste keer binnen, dus wat korte stukjes. Maar ja, buiten was het erg nat, koud en guur. En eigenlijk wilde ik ook weten of dit ook goed zou gaan. Maar het lijkt erop dat het heel prima ging. Zo, klaar met rijden. Het is rood. Het is helemaal niet zo rood. Nou, dat weet ik ook niet. Het is rood. Ben je rood? Kijk. Oh, dat is rood. Oh, je bent rood? Ja. Hallo. Ik weet niet waarom. Huh? Ik weet niet waarom. Ik weet ook niet. Stom. Maar ik ben net zo rood, dus dan is het... Ik heb niet gereden, dus... Dat dus. We gingen naar de kindjes, want die zijn allemaal aan het oefenen in de bak. Dus dan moeten we even allemaal proefjes lezen en kijken hoe het gaat. Dat dus. Oh, ze worden zo knap. Hey, galop verruimen. Galop verruimen? Nee, dat is niet testenproef. EBE, grote volte. Tussen B en E galop verruimen. Dat is B, denk ik. E arbeidsgalop. E arbeidsgalop. Nee, dit is geen B, dan moet je ook niet verruimen. A arbeidsdraf. Nee, dat is L. Dat is L1. A arbeidsdraf. L1. Nee, 5 meter. Oh ja, L1. Nee, dit is de F11. BXM F11. Oh, F11. BXM F11. Dat is misschien iets boven het niveau van Tess, maar goed, whatever. Rij maar mee. Dat maakt niet uit, ze noemen wel mee. Altijd handig. Heb je al andere effen gehad? Nee, we gaan zo beginnen. Oh. HXF van hand veranderen. Daarbij hals laten strekken, licht rijden. We krijgen nu een oefening. AX binnenkomen in arbeidsdraf. AX binnenkomen in arbeidsdraf. Tussen F en C arbeidsdraf. Tussen F en C arbeidsdraf. Zo, klaar met rijden. Dan mag je weer opruimen. Hoort er ook bij. En schoonmaken. Leuk. Ik ga vandaag best fijn doen. En ik heb allemaal spullen bij me. Het is nu, laat het zeggen, 9:30 ochtends. En
ik moet pas 10:50. Maar ik heb nu genoeg tijd om Bella lekker te poetsen en leuke dingen te doen. En Elisa. Top, ga dan. Elisa moet nog een beetje wennen aan de camera, maar Elisa helpt ons heel vaak, dus het is op zich wel grappig dat ze elke keer zoiets heeft. Ik stap buiten beeld. Een trailer is niet alleen een trailer om paarden te vervoeren, maar is ook een eigen privé kleedkamer. Ze zijn net sterren met sterrenallures in hun eigen privé kleedkamer. Nou, zijn de FNRS-wedstrijden. Tess zit in de F5 samen met zijn vriendinnetjes. Dus als ik wil rijden, moet ik dat snel doen. Want het begint dit keer om 11:30, omdat er heel veel deelnemers zijn. Wat op zich natuurlijk hartstikke leuk is. Dus ik ga nu even mijn paard hier poetsen. En voor de tweede dag op een rij achter elkaar rijden. Wat ik wel spannend vind. Dus we doen het uiteraard rustig. Ik heb samen met Elisa dit allemaal gemaakt. We hebben wortels, wat vibra en een paar snoepjes. En die wil Bel heel graag, maar hen ja ook. En Verona die ergens daar staat. Wacht, kijk. En jij wilt dat? En ja. Boehoe. En jij wilt dat? Die lege stal daar wilt Verona ook. Zie je? En jij wilt heel graag. Maar eerst krijgt Bella wat. Hé, schat? Ja. Ja, was een beetje. Nou, wel. En dan, dames en heren, is die weer. Ik heb de Bel vlechtjes erin. Ook bij de voorpluk. Gaan we even kijken bij de staart. Volgens mij wel. Daar heb ik ook een staartvlecht. Bel en ik hebben vandaag dus wedstrijd. Ik heb er hoefjes gewassen, maar... natuurlijk kan me dan ze niet schoon houden. Vriendinnen van mij die hadden net niet gehaald.
stond nog iets op je protocol. Dat ik het heel goed had gedaan. Ze stond netjes gereden. Dus ondanks dat ze lage punten gaf, was ze wel positief gestemd. Ja. Vandaag had ik een minder leuk zakelijk gesprek. En dat vreet dan op een of andere manier toch aan je. Dus ik had mazzel, ik kon even naar de manege om te gaan wandelen met mijn paardje. Tess is ook mee. En dat helpt altijd even om je gedachten te verzetten. Dus dat is heel fijn. Dan kan je even met je hoofd alles even nadenken. En nog een keertje over nadenken. En op een rijtje zetten. En dan kan je weer verder natuurlijk. Zo gaan die dingen. Dus dat is goed. Het is vandaag maandag. Ja, ik had het gevoel dat het dinsdag was. Wacht even hoor. Nog een keer. Ik had het gevoel dat het dinsdag was. Dus ik dacht, we moeten vandaag nog naar Frank toe. Dus waarom gaan we nu al naar de manege toe? Nee, helaas. Geen dinsdag. Helaas. Maar goed. We gaan lekker naar de manege. Pootjes afspuiten. Pootjes, mag ik niet zeggen natuurlijk. Benen afspuiten. Want ze hebben door de modder gelopen. Ja. Zoals jullie dat zagen. Ja, zo, paardjes nog even lekker los. En hier komt iets aanrennen. Oké. Okay. Is ze weer lekker schoon? Ja. Ze mag in paddock 2, 3. Oh, en jij is er al bij gaan liggen. En Veron die ruikt voor een plekje. En Bel, hey Belletje. Ja hoor, lekker. En Bel. Shall we begin? Wat er gebeurt als je je laarzen aan het stoppen bent. Let's begin. Laarzen uitkloppen kan dus echt niet meer in 2019 volgens mij. Zeggen de pommies. Laars uitkloppen, dat hoor je thuis te doen. Hé, ja? Oké, 2 seconden de camera uit. Verona die sprong met 4 benen in de lucht. Bel die viel op de grond. Dames. Nee, kijk, echt bijna op de grond. Hier. Als Bel dus aan het rennen. Kijk. This is not a drill. En toen maakte ze een soort van sliding terwijl ze aan het poepen was. En toen viel ze. Hoi! En toen was het bijna kaboom! En Henja die heeft er ook een mening over. Zo, we hebben de paardjes lekker gedaan en toen ging het regenen. Toen zijn we maar aardig moeten boeken gegaan. Dat is waar. En daar gaan we nu heen. Ja. Een horst halen. Ja. En morgen weer rijden. Ja. Dat is. Hoe wanhopig ik kan zijn om te winnen met een wedstrijd. Ja. Ik ben aan het hardlopen in de binnenbak. Dat ik niet wil staan. Omdat ik anders ga verliezen. Yes, we lopen in een rijtje. Oh, en je onderbreekt het rijtje. Oh nee, ze komt toch nog wel mee. Nu loop ik ineens achter hem in het rijtje. Oh, even stoppen. Dan loop ik gewoon lekker verder. Bella is de bak even aan het opruimen. Nu ontkouwt ze het wel. Vandaag is dinsdag en ik heb het koud. Ik ook. En ik weet niet waarom, want het is gewoon 8 graden. Kim die had de sleutels in de trailer gedaan van de zadelkamer. En toen is de sleutel afgebroken. Dus dat is niet zo handig, want de zadelkamer kan je beter op slot laten. Dus ik heb de boer even gebeld. En dat is altijd fijn, want ze zijn altijd lief.
Dat is echt de aller liefste. Ja, anders kan ik het niet noemen. Allerliefste. Telefoonlijn. Nee, trailer en twee paars vrachtwagen verkoper van heel Nederland. Altijd relaxed, altijd makkelijk, altijd oplossend. Ik ben fan. Ja, ze sponsoren ons, maar ik ben nog steeds fan. Maar goed, we gaan nu even een foto maken van het slotje. En die foto stuur ik dan gewoon op en dan sturen ze mij het slotje op. En dan hebben wij alles binnen en die zet het slotje erin. En dan is het probleem weer opgelost. En zo makkelijk kan het dus allemaal gaan. Ja, en dan gaat moeders gereedschap pakken. Ja, dan zit je hier in de trailer. Of niet? We gaan geen gereedschap halen. Oh. Maar ik blijf hier toch even zitten. Ik hoor allemaal geluiden. Maar het is mijn moeder niet. Ja? Oké. Nou, ik heb foto's gemaakt, maar ik denk dat ik hem ook open moet schroeven. Maar dan heb ik eventjes de gereedschapsset van Altwin nodig en niet de kleine die in de auto ligt. Dus ik stuur het even op en als ze dan de binnenkant willen zien, dan schroef ik hem even open. Ja. En nu? Nu gaan we de paarden rijden. Nu gaan we de paarden rijden. En niet op de bank liggen. Precies dat. Ik denk dat ik vandaag de langzaamste poetser en zadeler van het hele kabouterdorp ben. Ja, echt. Ik denk het. Ik denk het gewoon, vrouw. Dat ik niet de vrouw het heel erg vind. Maar goed. Ik weet niet. Ik heb geen puff vandaag. Op een of andere manier vind ik het wel leuk om hier te zijn. Ik vind het ook leuk om te poetsen. Alleen het tempo ligt in slow motion. Dus misschien moet ik het in slow motion zetten. Duurt het te lang? Ga maar even een kopje thee drinken. Bel heeft wat te bewijzen. Die is alleen maar met paarden in de bak. Dus die denkt, dan ga ik gewoon net zo hard lopen als een paard. Dan blijf ik mooi op tempo. Tess is lekker aan het rijden. Ik rij iedereen in de weg momenteel, geloof ik. Maar ze kunnen hier allemaal goed sturen. Ze sturen allemaal om me heen. Wij gaan ook rijden, vrouw. Vandaag is donderdag. Ik had dinsdag gebeld met de boer van joh, het sleuteltje is afgebroken in het slot van de trailer en dan de zadelkast. Dus dat is heel lastig. En gisteren heb ik de gegevens doorgestuurd. En vandaag, ding dong, daar is die al. Vroeger had je een reclame van Overtoom. En dan zeiden ze dat dat heel snel was. Maar volgens mij is de boer sneller. Oké, hallo. Ik ben vandaag met een vriendin van mij een spelletje aan het spelen. En net is mijn computer uitgegaan. Dus waarschijnlijk moet ik zo helemaal opnieuw gaan beginnen. En het is zo frustrerend, dit spel. Dat zeg ik jullie alvast. Want het is namelijk Roblox. Super irritant ook. Ik moet er nu weer helemaal heen. En dan bij mijn vriendin. Ja. Hé, Amy. Lastig, hè? Gewoon Roblox überhaupt. Ik zeg jullie heel veel opzij. Oké. Waar kan je vrienden zien, Amy?
Oké. Het is de laatste dag. Oké, een update. Als ik het zo mag noemen voor Roblox. Blijkbaar mag ik weer helemaal opnieuw gaan beginnen. Ik was super ver. Ik had heel veel geld. En toen was het allemaal weg. En nu loop ik achter. En dat vind ik niet leuk. Heetje, ik kom er niet in. Ik mag hier niet in. Ik moet in een andere. Waarschijnlijk heeft hij het wel gesaved, dus dan moet ik in precies dezelfde. Hoop ik. Oh, load, load. Yes! Heb ik alles? Nee, ik heb niet alles. Het is zondag weer vrijdag, dus ik heb weer springles. En vorige week heb ik 2 keer foutloos parcours gesprongen. En deze keer hoop ik dat ze de sprongen iets sneller springt. Maar dat kan ik natuurlijk niet van verwachten. Ze heeft nog een hoop te leren. Dus ik hoop dat het deze keer dus gewoon wat beter gaat. En nou mama, wat ga jij vandaag doen? Ja, ik ga naar jou kijken en dan video editen. En haar ringen volmaken. Want ja, haar ringen volmaken. Ja, dat is ook wel rond. Ze is met Kim een wedstrijd aan het doen voor Apple Watch. En niet voor Apple Watch, van de Apple Watch. Van de Apple Watch, dat zei ik ook. Ja, ook dat gezet voor. Maakt mij niet uit. En dan moet je 600 punten halen. En Kim die heeft de vorige keer gewonnen. En nu wil mijn moeder winnen. Maar ja, dat snap je ook wel. Winnen wil je erg graag. Maar uiteindelijk is ze wel gewoon over de balkjes heen gegaan. En dat vond ik super goed. Ik heb mezelf ook nog even naast gerend. Ik dacht van als ik nou mijn moeders Apple Watch om had, dan ze zeker weten er 600 punten al. En ja. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Ik vond hem in ieder geval deze week heel erg leuk. En als jullie dat ook vonden, doe dan een duimpje omhoog. En abonneer op ons kanaal en klik op het belletje, want ik vind het belletje heel fijn. Tot morgen! Doei!